Hoi allemaal! Vandaag zal ik het eens hebben over mijn boeken, kleurboeken van Mandala. Die ik heel mooi heb ingekleurd. De eerste tekening is deze hele mooie vaas. Dan heb ik nog deze tekening. Dan heb ik nog deze tekening, een hele mooie vogel. Ja, zoals je ziet kleur ik graag mijn kleuren. Ik vind dat super leuk. Zo als je ze inlegt in verschillende kleuren, je ziet het wel. Dan heb ik hier nog een hele mooie vogel. Ja, u ziet het. Ik vind dat heel mooi om verschillende kleuren te gebruiken. Dat is uw fantasie gebruiken, zeggen ze altijd. Het moet niet per se altijd de kleuren zijn die een vogel echt heeft. U kan ze fantasiekleuren geven, zoals deze pauw. Vond ik wel heel schoon om mijn eigen creatie kleuren te gebruiken. Dan heb ik er nog een hele mooie poes in gekleurd. Zoals je kunt zien zijn dat ook weer al met verschillende kleuren in. Ja, ik vind dat super leuk om te doen. Zoals je kunt zien. En dan heb ik hier nog een hele mooie poes dat precies in een ei verwerkt zit, zoals je kunt zien. En er staan nog wel tekeningen in waar ik moet inkleuren en zo van die dingen. Zo, en dan heb ik hier, ja, zoals je kunt zien, nog een hele mooie tekening. Ja, dit vond ik wel ook heel mooi om in te kleuren. Zo een hartje. En ja, patronen. Hè, die je mooi kunt inkleuren. En met deze tekening ben ik nog steeds bezig. Dat vond ik ook heel mooi om te doen. Dus daar ga ik nog wel mee verder doen. Ja, en die andere twee, ja, die moet ik ook nog doen en zo van die dingen. Dus zoals je kunt zien, kan ik mij daar heel goed mee bezighouden. Dus ja, ik kijk altijd naar van die volwassen kleurboeken. En daar word je ook heel rustig van die kleurboeken. Dus vonden jullie dit nu een hele leuke video? Laat dan zeker hier een duimpje achter en vergeet me niet te abonneren op mijn kanaal. Daag! En op het belletje te klikken natuurlijk.